woensdagochtend. Woensdagochtend. Kwart voor acht. Voor acht. Hier is Jan Bart. Hey Bart. Goedemorgen. 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 Alles goed met jou, Bart? Fantastisch, heel fijn. Ja. jij hebt wat met mij. Ja, het is echt grappig. Ik weet niet wat er met mij aan de hand is, maar ik ben echt een vrouwenman geworden. Ja, dat geloven. Dat is door die sterren nooit. Op de dansvloer. Ja, het was vorige week al zo. Het was toen ook allemaal vrouwen. En ook deze keer ga ik het alleen maar over vrouwen hebben. En dan om te beginnen over twee, erg... Boezemvrienden. Gulle vrouwen. Ja. Leslie Ann Poppe en Pamela Anderson, die waren gisteren in ons land. Leslie Ann is er eigenlijk altijd. Maar Pamela was er voor één keertje. Leslie Ann heeft haar nieuwe boek voorgesteld. Dat is dit boek, Beauty Food 2 heet het. Heb je er gisteren over gebeld met haar? En slank, voilà. En dat heeft ze voorgesteld op een speciaal evenement in Antwerpen. Het begon allemaal met een soort van modeshow, maar een heel aparte modeshow, want een modeshow van eten. De sexy dames die showden geen kleding, maar showden eigenlijk de gerechten uit het boek. En zo werd een beetje de tijd gevuld, maar uiteindelijk was iedereen daar maar voor één ding. En dat was voor die Pamela Anderson. Die kwam daar dan op een bepaald moment op het podium gelopen, samen met Leslie aan. En ja, dat was ongezien. De persaandacht. Daar was zoveel volk. Echt heel veel journalisten, heel veel fotografen. En ja, ze stond daar dan. Ze was wel tof hoor. Ze was wel... Maar ik had zoiets van... Goh ja, kijk, voilà. Heel Amerikaans plastic. Heel Amerikaans plastic. Ze is ook niet... Ik had haar veel groter voorgesteld. Mm-hmm. Ze is wel mooi hoor. Dus echt een Het is een stijlvolle madame, maar ik had verwacht dat ze iets meer de ruimte ging vinden. Je bent niet over je oren verliefd. Ik was niet tot over mijn oren verliefd. Maar fijn, dan ging ze van het podium af en dan kwam ze in een soort van VIP-ruimte terecht. En dan mocht iedereen er eventjes bij. Het was heel streng. Er werd op voorhand gezegd, je mag niet praten over Baywatch, je mag niet praten over seks. Maar ja, fijn, ik ben dan een beetje over koetjes en kalfjes begonnen. Wat praat je dan over? Ja, ik heb even gesproken over... ze heeft meegedaan met Sterren op het IJs. Hè? Ja. En ik zei van, ik vond dat je dat fantastisch hebt gedaan. Dat was een beetje gelogen. Thank you. Maar slijmbal. Het ijs was dan wel meteen gebroken. Nee, en dan zei ze van, zo stom dat toen mijn kleed was afgevallen. Want ze is toen uit die reeks gegaan, omdat... Ja, haar borsten waren uit haar kleed gevloekt. En ze zei van, het gebeurt nu precies terug, want ze had zo'n strapless jurk aan. Ja. En ze zei, mijn kleden houden precies niet van mij, zei ze. Ze vallen altijd af. Maar het was zo een beetje... Het was ook echt heel duidelijk ingeoefend dat ze dat ging zeggen. En dan heeft ze ook verteld dat ze wel graag kookt, maar dat ze heeft bekend dat ze een chef heeft. Want ze eet eigenlijk alleen maar veganistisch. En ze vond dat iets te moeilijk om daar origineel in te koken. Dus heeft ze eigenlijk een chef-kok die dat allemaal voor haar doet. Ik vond het toch wel tof om haar gezien te hebben. Ze moet niet meer terugkomen van mij, maar ik vond het wel heel, heel fijn. Heb je iets anders beleefd of was het alleen maar Pamela? Ja, wel, kijk, ik ben ook naar de voorstelling geweest van de CBL Cup. En de BL Cup, dat is de Belgian Ladies Cup. En dat is eigenlijk een American football wedstrijd. Maar voor vrouwen die dan ook nog eens schaars gekleed zijn. Wow, echt waar? Echt waar. Dat is eigenlijk in 2003 is dat voor het eerst in Amerika opgevoerd. Dat was tijdens de pauze van de Super Bowl. En ja, sindsdien is dat echt een echte wedstrijd geworden in Amerika. En heel populair. Waarom word jij daarvoor uitgenodigd en ik niet? Ja, dat is een goede vraag. Ja? Nee, nu waren er al 12 dames te zien en ze moeten er naar 30. Okay. Dus kunnen ze nog 18 dames kandidaat stellen. Als je sportief bent... Het zegt niet al te veel eigenlijk. Waar, je moet niet alleen sexy zijn, je moet ook echt heel sportief zijn. Want je wordt drie maanden heel intensief getraind om dan op 1 juni de grote wedstrijd te kunnen spelen. Maar is dat niet een beetje seksistisch? Man, het is tof om naar te kijken hoor. Vinden vrouwen dat leuk om te doen? Maar, weet je, als je heel sportief bent, dan ben je per definitie mooi. Ja, oké. En dan kan je meedoen, vind ik. Oké. En was dat de vrouw die in de aanbieding was? Het was heel entertainend. Het was dus een combinatie van cheerleaders, DJ's, sport en... Ik zou het ook vind dat leuk. Met de psychiater over gaan praten. Ja? Het is een hele rare evolutie met jou aan de gang. Tom, tof, ga je vanavond naar de Gouden Schoen? Misschien moet ik dat ook, nu dat ik toch zo op die weg ben ingeslagen. Niet naar de wax kijken, hè. Kijk maar nog eens naar de mannen. Maximum Hit Music.